In de vorige video lieten we zien hoe je wetenschappelijke artikelen kunt zoeken in Google Scholar. Als je een relevant artikel hebt gevonden, dan wil je het natuurlijk ook kunnen lezen. In deze screencast geven we je daarom tips om toegang te krijgen tot wetenschappelijke artikelen. Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot een wetenschappelijk artikel. In deze screencast laten we je 6 manieren zien. Verschillende manieren zullen werken bij verschillende artikelen. Het is dus een kwestie van uitproberen. Steeds meer artikelen worden tegenwoordig open access gepubliceerd. Dat wil zeggen dat ze voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Als je op het artikel klikt, dan zie je dat er niet alleen een samenvatting, maar een heel artikel beschikbaar is. Vaak kun je ook een PDF downloaden. Soms krijg je niet het hele artikel te zien via de links die je als eerste in beeld krijgt. Maar soms heeft Google ook nog andere links beschikbaar die je wel volledige toegang gaan geven. Door op alle versies te klikken kun je de verschillende mogelijkheden uitproberen. Artikelen die niet openbaar toegankelijk zijn, zijn vaak wel beschikbaar voor medewerkers van bepaalde organisaties. Als je op je werk zoekt, kun je er dan soms wel bij, terwijl dat thuis niet gelijk lukt. Maar er is een manier om thuis ook alle artikelen te kunnen downloaden waar je instelling toegang toe heeft. Je hoeft dit vaak maar eenmalig in te stellen, wat op de lange termijn veel tijd en frustratie kan schelen. Je kunt het instellen op de volgende manier. Ga naar instellingen. Vervolgens ga je naar bibliotheeklinks. Daar kun je jouw organisatie zoeken. Klik vervolgens jouw organisatie aan en druk op opslaan. Nu kijkt Google voor elk artikel of het in de digitale bibliotheek van jouw organisatie beschikbaar is. Als dat het geval is, verschijnt er een extra link. Door op deze link te klikken, hoef je meestal alleen nog maar even in te loggen om toegang te krijgen tot het artikel. Ook buiten Google Scholar zijn er manieren om toegang tot een artikel te krijgen. Eén manier is via ResearchGate. Dat is een soort social media voor wetenschappers. Je kunt hier een account aanmaken en kijken of het artikel dat je zoekt door een van de auteurs is gedeeld. In ResearchGate kun je zoeken op de titel van het artikel. Dit artikel kun je direct downloaden. Als een artikel niet direct te downloaden is, kun je de auteur vragen om het met je te delen door op Request Full Text te klikken. Met één druk op de knop weet de auteur dat je interesse hebt in zijn of haar artikel. De meeste auteurs zullen hun artikelen graag met je delen. Niet alle auteurs zijn even actief op ResearchGate, maar bijna alle auteurs hebben een e-mailadres dat te achterhalen is met een beetje speurwerk. Als je een auteur een beleefde mail stuurt waarin je aangeeft dat je interesse hebt in zijn of haar artikel, dan krijg je het meestal binnen een paar dagen opgestuurd. Een laatste optie is om hulp te vragen aan de balie van de dichtstbijzijnde universiteitsbibliotheek. Vaak is het mogelijk om op locatie toegang te krijgen tot digitale artikelen. Samenvattend hebben we 6 manieren besproken om toegang te krijgen tot wetenschappelijke artikelen. Sommige artikelen zijn openbaar toegankelijk, sommige vind je door op alle versies te klikken. Soms krijg je toegang via je instelling of via ResearchGate. En anders kun je de auteur mailen of aankloppen bij een universiteitsbibliotheek. We hopen dat je met deze tips meer artikelen kunt lezen en wensen je veel succes.